Men denkt vaak, nou, als je leerlingen didactisch maar goed, hè, dus dat je verschillende niveaus aanbiedt, dat je dan goed maatwerk levert. Maar maatwerk zit hem, naar mijn idee, ook heel erg in het pedagogische onderdeel van lesgeven. Ik heb het geven van maatwerk zeker meegekregen in mijn opleiding. Ik heb in Amsterdam aan de ILO gestudeerd. En daarbij hebben we heel erg veel geleerd over differentiatie en over dat het ook op allerlei manieren kan plaatsvinden. Je kunt differentiëren op tempo, maar je kunt ook op lesinhoud differentiëren. En daar hebben we zeker wat over geleerd. Niet de hele opleiding bestaat eruit, maar zeker een module van de opleiding. Daarin leer je wel hoe je kunt differentiëren met leerlingen. Wat niet zegt dat het makkelijk is, hoor. Het is ook best wel moeilijk om te differentiëren. Voor mij was dat wel voldoende om in de praktijk mee aan de slag te gaan met differentiatie. Ook omdat ik het zelf heel erg interessant vind om het te doen, overigens. En ik ben hier begonnen op Quest, ook tijdens mijn stageperiode. Dus ik kon dat heel goed aan elkaar linken. Dus eigenlijk door de mix van de theorie erachter en in de praktijk er ook mee aan de slag gaan met differentiatie, dat heeft mij geholpen om, denk ik, dat ik het idee krijg dat ik het ook wel zou kunnen inzetten in mijn les. Ja, wat betreft de opleiding aan de HVA, is dat ze bieden wel wat maatwerk georiënteerde vakken aan. Maar wat mij betreft mag het nog wel iets meer. Ik heb wel vernomen dat het in het derde jaar heel erg terug gaat komen. Dus wie weet nog inhoud. Het enige wat je op de opleiding echt terugziet aan maatwerk tot dusver is een hoorcollege van Peter Tijdler. Ontzettend bevlogen man die dus vertelt over zijn ervaringen in het onderwijs. Daar ook een boek over heeft geschreven en naar aanleiding daarvan hoorcolleges geeft. En eigenlijk heel erg goed uitlegt hoe je met verschillende gedragssoorten van leerlingen, hoe je daarmee om kan gaan. En daar ook heel veel handreikingen voor geeft van, nou ja, wat zijn nou de trucjes om je les goed te laten verlopen. Dus niet zozeer het vakdidactische, maar meer het pedagogische concept van maatwerk, wat een toch een behoorlijk onderschat onderwerp is vaak. Men denkt vaak, nou, als je leerlingen didactisch maar goed, hè, dus dat je verschillende niveaus aanbiedt, dat je dan goed maatwerk levert. Maar maatwerk zit naar mijn idee ook heel erg in het pedagogische onderdeel van lesgeven. En daar sluit hij heel erg mooi bij aan.